In de vorige vlog legde Annemie Knap, hoogleraar voorplantisch geneeskunde en gynaecoloog, ons uit wat de aandoening endometriose inhoudt en wat voor impact dit op de vruchtbaarheid heeft. Vandaag vertelt ze wat de behandelmogelijkheden zijn om je zwangerschapskansen te vergroten. Maar gelukkig zijn er heel veel behandelingsmogelijkheden waarmee we hopen dat we toch nog een goede kans op zwangerschap kunnen bereiken. Soms is het zo dat vrouwen met behulp van inseminaties toch nog zwanger kunnen worden. En dat is met name bij vrouwen die zoveel pijn hebben als ze gemeenschap willen hebben, dat ze die gemeenschap vermijden en daardoor niet zwanger worden. En bij die vrouwen kun je vaak zaadcellen insemineren, waardoor ze geen pijn hoeven te hebben bij gemeenschap en waardoor ze toch een kans hebben op zwangerschap. Het kan ook zijn dat het nodig is om IVF te doen. Bijvoorbeeld als er ernstige verklevingen zijn waardoor de zaadcel en de eicel elkaar niet kunnen tegenkomen, dan kan het helpen om IVF te doen. En ook als de endometriose heel ernstig is, geef je vrouwen vaak een periode van 3 tot 6 maanden medicijnen om de activiteit van de endometriose te onderdrukken. En dan doe je aansluitend IVF. Dus dan doe je IVF in een voor de endometriose eigenlijk rustige periode. En dan zie je vaak ook dat de kans op zwangerschap toch heel reëel is. Er zijn ook mensen die zeggen van nee, als je endometriose hebt en je wilt zwanger worden, moet je gewoon die endometriose weghalen. Dus moet je eerst opereren. En daarvan weten we eigenlijk niet zeker of dat nou nuttig is of niet. Er zijn landen waar dat standaard gebeurt, dus waar mensen grote operaties ondergaan voordat ze zwanger gaan proberen te worden. In Nederland zijn we daar over het algemeen terughoudend in. Omdat we denken, ja, als je een operatie doet, dan kan het ook zo zijn dat je schade berokkent in een buik. En ja, dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen bij mensen die nog zwanger willen worden. Maar soms ontkom je er niet aan en ja, helpt het om toch een operatie te doen en kan iemand daarna toch nog zwanger worden. Dus verschillende opties zijn er. In de vruchtbare levensfase hebben ongeveer 5 tot 10% van alle vrouwen endometriose. Dus dat is echt een groot aantal. We weten het eigenlijk niet precies. We denken dat er verschillende factoren zijn die een rol kunnen spelen. Het is mogelijk voor een deel aanleg, dus een erfelijkheidsfactor, waarbij er niet een bepaald gen is wat geassocieerd is met endometriose, maar het is vaak een combinatie van erfelijke factoren die ervoor zorgt dat je gevoeliger bent voor endometriose. We denken ook dat het immuunsysteem een rol zou kunnen spelen. Als er tijdens de menstruatie baarmoederslijmvlies in de buikholte terechtkomt, dan wordt dat normaal gesproken opgeruimd door het lichaam. Op het moment dat je lichaam dat niet zo goed doet, dus dat je immuunsysteem niet zo goed bezig is om dat baarmoederslijmvlies op te ruimen, dan kan het zijn dat daardoor endometriose ontstaat. En we denken dat het ook zo kan zijn als vrouwen heel heftig menstrueren, dat er dus relatief veel afgestoten baarmoederslijmvlies in de buikholte terechtkomt, dat het immuunsysteem op zich goed functioneert om dat weg te werken, maar als het zoveel is, kan het zijn dat het immuunsysteem dat gewoon niet aan kan. Dus er zijn verschillende factoren die kunnen leiden tot endometriose. Ja, wij denken dat het gewoon al heel lang heel veel voorkomt. En wat we natuurlijk heel erg hopen is, omdat we er zoveel mogelijk aandacht aan besteden, dat vrouwen zich melden met die klachten. En dat is ook een oproep die ik wil doen aan vrouwen. Hè. Als het zo is dat jij gedurende je menstruatie een aantal dagen niet kan functioneren, dus je moet je iedere maand een paar dagen ziek melden van je werk, of je kunt iedere maand een paar dagen niet naar school, ga naar de huisarts. Het hoeft niet te zijn dat het endometriose is, maar het verdient wel aandacht. Want als er iets is, ja, dan moet dat gewoon gediagnosticeerd worden en dan moet je er ook voor behandeld worden. Het is niet normaal om door je menstruatie niet te kunnen functioneren. En als dat bewustzijn meer komt bij vrouwen, maar ook bijvoorbeeld bij moeders, of bij vriendinnen van mensen met dit soort klachten, ja, dan hopen we dat we toch die tijd tot aan de diagnose van 7 jaar, dat we die kunnen terugdringen. Ja, ga naar de huisarts en vertel wat je voelt. En als jij zelf denkt van, hey, dit zou wel eens bij endometriose kunnen passen, dan kun je ook tegen de huisarts zeggen van, goh, ik heb gelezen, misschien dat dit wel endometriose kan zijn. Kun je me daarbij helpen? Zodat je samen met je huisarts op zoek gaat, nou, wat is nu de oorzaak van mijn klacht en wat zouden we daar eventueel aan kunnen doen? Zeker, zeker. Dus als jij denkt, hey, die klachten die ik heb, die passen misschien wel bij endometriose en ik wil zwanger worden, ga naar de huisarts, vraag om een verwijzing in verband met kinderwens naar het ziekenhuis en spreek met je gynaecoloog wat de mogelijkheden zijn, want er zijn echt opties om zwanger te worden.